Marinus, 2-2 tegen Sparta. Hè? Je laatste oefenwedstrijd van de competitie gaat beginnen. Tevreden? Ja, zeker. Het niveau van de wedstrijd was goede intensiteit van twee ploegen die er allebei vol voor gingen. Dus dat betreft goed niveau wedstrijd. Dus voor de inhoud conditioneel goed. Ja, ook veel dingen zien waar we op getraind hebben, wat over gehad hebben. Goede dingen. Natuurlijk gaan ook wat dingen mis, maar overal wel een goed gevoel over gehouden aan deze wedstrijd. Ja. Als we kijken naar de goede dingen, stond wel, had ik het idee op een gegeven moment. Ja, we hebben iets aan de organisatie. Hè. Na het eigenlijk een soort 4-4-2 in de zone, gedeeltelijk mandekking. Stond vrij goed, vind ik. Hè. En zeker ook achterin, ondanks Rommels geen centraal verdediger is, vond ik dat hij het prima deed. Dus ja, wel twee goals geïncasseerd, maar eigenlijk niet heel veel weggegeven. Verdedigende corners en de vrije trap hebben we wat anders opgelost. Ook in de zone vond ik ook goed. Dus positief. Ja, vaak is het ook misschien tactisch, hè? Een metertje naar twee naar rechts of naar links, zeg maar, kan er veel oplossen. Dus ja, met een week voor de boeg nog, ziet het er goed uit, vlak voor de competitie? Ja, vind ik wel. Wat de eerste kwartier moet, zeker onze linkerkant en rechterkant met Dumfries, goede speler, die ging heel diep staan. Ik dacht dat we dat in het begin niet goed oplosten, later beter. Dus dat zijn mooie dingen om te laten zien maandag. Dus ik denk voor het gevoel, voor de jongens, voor het vertrouwen, wel goed is deze wedstrijd. Ja. Dit was een serieuze testcase, denk ik. Gaat dit het elftal worden waar je de competitie mee gaat beginnen volgende week vrijdag tegen Jong Utrecht? Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik bedoel, er zijn een aantal jongens die terugkomen maandag. Maar aan de andere kant zal dit misschien op één of twee plekken gewijzigd worden. Maar ook, kan het ook zomaar gewoon de baas zelf zijn. Hè. Weet niet van de week gebeurt met het City-verhaal. Dus even afwachten. Maar deze jongens hebben in ieder geval laten zien dat ze klaar voor zijn vandaag. Ja, je zit met Rommers die je nu achterin de verdediging moest laten spelen, centraal achterin. Niet ideaal, denk ik. Hè? Beter op het middenveld. Daar is het dwars nog op, denk ik. Hè? Met name ook op de centrale verdediging. Ja, achterin is het dun. Dus ik was wel blij met het optreden van Kevin Diemen. Lang geleden een hele rust heeft gespeeld. Dus dat is een opsteken. Olly deed het wel heel goed. Dus dat betreft kan hij dat prima. Dus dat zou geen probleem moeten opleveren richting Jong Utrecht. Maar inderdaad, we zijn daar dun. We kunnen daar ook niet voor hebben in de breedte. Dus daar zijn we kwetsbaar, dat is duidelijk. Gaat er nog wat gebeuren komende week wat betreft versterkingen? Ja, we gaan zien. Kijken hoe het City-verhaal verloopt. Ik verwacht daar wel wat van deze week. Dus in de voetbalrij weet je het nooit. Hè? Dus, ik ga er wel vanuit dat er nog wat bijgekomen deze week.